In de 19e eeuw vonden veel ontwikkelingen in wetenschap en technologie plaats, waardoor er allerlei nieuwe kunstenaarsmaterialen op de markt kwamen. Kunstenaars maakten hun verven niet langer zelf, zoals in de eeuwen daarvoor gangbaar was, maar kochten ze steeds vaker kant en klaar. Van Gogh vond al deze nieuwe ontwikkelingen heel interessant en gebruikte, vooral in Frankrijk, veel van deze moderne verven. Hierover schrijft Van Gogh namelijk in zijn brieven. Ook hebben onderzoekers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Van Gogh Museum de verven op honderden van Van Gogh schilderijen onderzocht. Hierdoor hebben ze nu een goed beeld van het palet dat hij in elke periode van zijn carrière gebruikte. Bij het onderzoek kwam ook aan het licht dat vooral de organisch rode pigmenten in de verf van veel schilderijen ernstig zijn vervaagd. Dit gebeurde onder meer in Veld met irissen bij Arles uit 1888. In de dwarsdoorsnede van de verflagen van een van de witte bloemen zie je dat ook. Aan de bovenkant van de verflaag is het rood verdwenen. Maar dieper in de laag zie je nog wel rode deeltjes zitten. Deze rode deeltjes zijn karmijnrood, een pigment dat van cochenierluizen wordt gemaakt. Dit pigment verbleekt snel als het wordt blootgesteld aan licht. Van Gogh gebruikt het vaak. Ook schilderde Van Gogh later veel met de helderrode verf geraniumlak, zo genoemd naar de kleur van deze bloemen. De kleur van deze verf heeft geen natuurlijke, maar een synthetische oorsprong. Het bevat namelijk eosine, een kleurstof die in de jaren 1870 voor het eerst in een laboratorium werd gesynthetiseerd. Het was in Van Goghs tijd al bekend dat deze verf snel verkleurde. Ook Van Gogh wist dat. Om de gevolgen hiervan tegen te gaan, zo schreef hij, moest de kleur extra sterk worden aangezet. Dit was niet altijd succesvol. In veel schilderijen, ook in Veld met irissen bij Arles, is deze kleur verbleekt of zelfs geheel verdwenen. Om erachter te komen hoe de kleuren op het schilderij in de loop der tijd zijn veranderd, zijn Van Goghs verven zo nauwkeurig mogelijk nagemaakt. Voor het namaken van de organisch rode pigmenten zoals cochenille en geraniumlak zijn historische recepten van pigmentmakers in binnen- en buitenland bestudeerd. In het laboratorium zijn de recepten getest om te kijken welke parameters in zo'n recept invloed hebben op de kleur. De natuurlijke rode kleurstoffen worden meestal uit het plantaardig of dierlijk materiaal geëxtraheerd met warm water. Kleurstoffen kunnen nog niet direct in olieverf worden gebruikt. Eerst moet er een onoplosbaar pigment van gemaakt worden door er een metaalzout aan toe te voegen. Het metaal vormt één geheel met de kleurstof en slaat neer. Het neerslag wordt afgefilterd en gewassen en kan dan gebruikt worden als schilderspigment.